Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 23 oktober. En dit is de eerste video van de maand november. Je hoeft niet alleen maar vlogs te verwachten, want er komen deze maand maar 4 vlogs online. Maar de eerste video is dus wel een weekvlog. En het is dus vandaag maandag en ik hoef vandaag niet naar school. Voor de mensen die mij maar zeggen, goed volgen op YouTube, die weten dat ik eigenlijk wel naar school moet. Maar ik ben van school gewisseld. Ik ga heel even naar de keuken lopen, want ik had een pannetje op staan. En dan leg ik het even verder uit. Oké, ik sta in de keuken, want anders ging het een beetje fout. Maar ik ging dus altijd op maandag en donderdag naar school. Alleen ik ben dus toch gewisseld van school. Omdat ik zat FAVO volwassen onderwijs. Maar ik had echt het gevoel dat ik niks ging leren en dat ik het niet ging halen. Dus ik ben nu veranderd naar het Luzak College. En daar begin ik donderdag voor het eerst. Dus ik ben echt mega zenuwachtig. Ik ben nu even een broodje aan het maken. Want ik moet straks om 2 uur werken. En het is nu 1 uur. Wat wilde ik nou zeggen? En dit is dus de eerste video van de maand november. Want ik ga natuurlijk de hele maand uploaden. Ik heb er echt super veel zin in. Maar ik moet me dus nog uitschrijven voor die ene school. Maar ik belde dus net naar die school toe. En ik had maar 3 uur les per week en ik heb maar 1 vak. Maar ik wist dus eigenlijk helemaal niet hoe die docent heet. En ik wist ook niet welke school het precies was. Dus ik stond net echt heel erg verschut. Maar ik ga dus nu nog een keer bellen. Want ja, ik moet me natuurlijk wel gewoon uitschrijven. Dus dat ga ik nu eventjes doen. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers. Oké, ik heb dus net gebeld naar die school en het was zo vaag. Maar ik moet dus morgen terugbellen. Maar ja, ik moet zo meteen tot 5 uur werken. En ik wilde eigenlijk vanochtend echt super veel dingen doen. Maar het is nu 2:50 en ik moet om 2 uur op werk zijn. Dus dat gaat niet worden. Dus ik moet me zo gaan omkleden en dan weggaan. Terwijl ik eigenlijk nog dingen wilde opruimen. Maar ja, maakt niet uit. En ik moest eigenlijk ook nog een video opnemen. Maar dat doe ik dan morgen. Ik ben weer terug van werk. Ik zie er echt niet uit. Maar ik moet zo meteen oppassen. En oh ja, ik had gelnagellak laten zetten. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar ik ben er echt super blij mee. En ik ga nu nog heel even mijn kamer opruimen. Want dat is echt heel erg nodig. En zeker mijn bureau. En dan ga ik nog eventjes wat dingen doen voor school en zo. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 24 oktober. En het is 11:55. En ik moet om 12:00 werken, dus ik moet bijna weg. Ik ben helemaal vergeten te filmen. En ik was eigenlijk ook vergeten dat ik moest werken. Echt super stom. En ik wilde eigenlijk nog allemaal dingen laten zien in een vlog. Dus dat kan ik pas na werk doen. Ik moet tot 5:00 werken, dus daarna kan ik het wel gewoon laten zien. Ik moet me nog omkleden. Ik wilde eigenlijk nog mijn haar doen, maar ik doe het wel gewoon in een staart. En mijn ringen moet ik nog omdoen. En ja, dan moet ik gaan werken. Ik heb alleen echt geen zin om te werken. En mijn wimpers zitten helemaal door elkaar. Maar ja, daar heb ik ook geen zin in. Dus ik ga even werken en dan zien jullie mij na werk weer. Oké, ik ben terug van werk al een hele tijd. Dat is het laatste wat ik heb gefilmd. Maar ik zit nu in de trein met Demi. We gaan ergens naartoe, maar ik kan nog niet zeggen wat. Niet dat ik het wel ooit kan zeggen. En dan moet je er echt niet in. Hoezo niet? Ja, maar anders is het echt zo'n weekvlog dat ik helemaal, omdat ik weer zeg van, yo, het is ochtend en dan film ik weer niks. Maar morgen ga ik wel eventjes veel filmen. Moet ik morgen ook werken? Nee, jawel, ook werken. Maar ja, het komt wel goed. Maar ik denk dat dit het laatste is wat ik vanavond film. Toch? Ik denk het ook. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 25 oktober. En wat ik ga doen, ik heb een samenwerking met deze website. En ik mag dus eigenlijk een soort van persoonlijk iets uitzoeken. En wat mij heel leuk lijkt, is zo'n toilettasje en dan met een eigen ontwerper op. Dus ik was even op. Ja, even een beetje aan het kijken wat ik leuk vond. En dan ga ik zoeken op Tumblr backgrounds of quotes. Dus daar ga ik even mee aan de slag. Ik zal zo het eindresultaat laten zien. Ik was bezig met mijn morning routine filmen. Als het goed is had ik al de vlog geopend. Ja, want ik ging de fiets laten zien op mijn computer. Maar ik ben dus bezig met mijn morning routine filmen.
En ja, ik ben nu eigenlijk klaar. Ik moet alleen nog even de thumbnail maken, dus dat ga ik nu doen. Alleen daar wil ik eigenlijk een andere outfit voor aan, dus nu moet ik alsnog weer me helemaal gaan omkleden. En ja, ik moet om 2 uur werken. En het is nu 1 uur, dus ik heb op zich nog wel eventjes. En ik ga vanavond uit eten. En ik moet straks dus werken. Dus ik ga nu die thumbnail maken en dan, ja. Mijn morning routine is helemaal gefilmd. Dus ik ben mega blij. Maar nu weten jullie wel wat voor video er deze maand online komt. Maar ja, dat was eigenlijk een soort van verrassing. Maar ja, nu weten jullie het al. Ik ga nu even wat dingetjes nog bijwerken. En dan ga ik zo meteen werken. Oké, ik ben een tijdje terug van werken. Het is nu 7:15. Dus ik ga over een kwartier neem ik de trein. Ga ik fietsen. Want ik ga vanavond uit eten met Julia, dus ja. Ik film zo meteen ook nog in de stad, maar ik ging eerst, wilde ik eigenlijk rechtstreeks gaan. Toen dacht ik, nee, ik ga eerst nog langs huis om me om te kleden en zo. En we hadden best wel laat gereserveerd, dus ja. Oké, goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik film even met mijn mobiel. Want ja, ik ben dus nu onderweg naar school en ik had echt mega erg haast. Maar ik heb vandaag mijn eerste schooldag. Oké, echt iedereen kijkt me aan. Ik zal zo meteen ook even wat meer filmen, maar ja, ik ga dus nu mijn eerste schooldag beleven en ik ben echt super zenuwachtig. Oké, ik ben terug van mijn eerste dag school. Ik sta nog buiten. Ik sta eigenlijk voor de school. Maar ik wilde gewoon even vertellen wat er allemaal was gebeurd. Want ik had vanochtend heel kort maar gefilmd. En ik vond het ook een beetje awkward om daar te filmen. Maar ik had dus vandaag mijn eerste lesdag op mijn nieuwe school. En ik heb echt superveel geleerd eigenlijk al gewoon de eerste dag. Dus daar ben ik wel blij mee. En ik ga nu even naar de stad toe. En ik ga straks ook met Lies afspreken. Dus eigenlijk op die manier. Maar ja. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 27 oktober of zo. Geen idee. En ik moet zo weer naar school. Want ik ga dus nu 2 dagen naar school. Sorry dat ik gisteravond niks meer heb gefilmd. Maar ja, dat leg ik allemaal wel even uit. Ik moet alleen een beetje haasten. Want ik moet de trein halen. Dus ik film zo meteen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 3 november. Ik heb geen idee of dit een nieuwe vlog is. Of dat dit nog wordt aangeplakt dit weekend. Aan een oude vlog. Die van vorige week. Dus ja. Als de nieuwe vlog is, lukt dat je kijkt naar een nieuwe video. Maar het is nu 9 uur. Ik ga zo meteen al naar school toe. Nee, ik ga eerst mijn nagels laten doen. Want ik had gel lak laten doen. Dat zie je ook in de video. Maar het is nu iets meer dan 2 weken geleden. En het gaat er nu al wel een beetje af. En ik ga dus zo meteen een nieuw kleurtje laten doen. En daarna moet ik dus naar school toe. Tot 4 uur of zo. Dat is dus mijn nieuwe school. Ik weet dus niet of jullie dat dus al hebben gezien. Maar dit is nu mijn 4e keer dat ik daar naartoe ga. En ik moet een beetje opschieten, want over 10 minuten gaat mijn trein. Dus ja, en ik ga zo meteen nog eventjes shoppen. Dus ik neem jullie gewoon lekker mee. Ik ben bang dat ze nog komt. Ja, ik ben nu op school. Want dat had ik nog helemaal niet gezegd. En ik heb mijn nagels laten doen. Oké, het is alweer vrijdagavond. En ik ga zo meteen met Flo afspreken, met Florence. Maar ik wilde nog even mijn haar stylen. En ja, waar ga ik die camera laten? Op deze fles. Ik had vandaag tot 4 uur school. En ja, ik had daarvoor had ik nog wat spulletjes gekocht. Die ga ik zo meteen nog eventjes laten zien aan jullie. En ja, ik ga dus vanavond met Frans uit. En morgen heb ik de verjaardag van C. Van CDA. Dus ik moet nog even kijken of dit nou een nieuwe vlog werd. Of dat dit aan de andere vlog werd vastgeplakt. En ik heb vandaag dus nieuwe gel lak laten doen. Het is een beetje... Ja, het is net geen rood. Oké, ik weet niet of je het ziet. Ja, nou het is een beetje het lijkt nu echt heel rood, maar het is meer rood, roze, paars, weet ik veel. Maar ik ben er in ieder geval super blij mee, dus dan kan ik er even een paar weken vooruit. En ja, ik weet alleen echt nog niet wat ik aan wil doen. En ik zie nu ook dat ik heel erg inkijk heb, zo.
En vandaag is die video online gekomen over die soort storytime over met hoe gaat het met mij. En ik krijg zulke lieve comments, dus dat vind ik echt heel erg leuk. En ik ga zo meteen even op al die comments reageren. Maar ik ga nu even mijn haar afmaken. En ja, dan zien jullie mij zo meteen weer. Oké, de laatste tijd als ik uit ga weet ik echt niet wat ik aan moet doen. Oké, ik heb nu gewoon zo'n off-the-shoulder shirt. En dan mijn flare broek. Maar ik weet echt niet wat ik hiervan vind. Maar ik vind eigenlijk dat ik hier echt fucking dikke heup in heb. Dus ja. Ik twijfel ziek erg. En dit is wel echt heel zwart. En ik wil niet mijn wit schoen eronder doen. Dat vind ik zonde met uitgaan. Ik ben nu bij Floor thuis. We gaan een spelletje doen. Oké, we gaan een spelletje doen. We weten alleen nog niet wat voor spelletje. Never have I ever kissed someone. Heb jij nog nooit gedaan, hè? Yeah. Ik heb nog nooit iemand gezoend. Never have I ever finished an entire jawbreaker. Of zo'n bal. Jawel. Je moet wel drinken dan, hè? Ja, ik heb geen drank. Doe even wijn in dat glas of drank. Oké, maar we gaan dus straks uit. Mag ik je outfit even filmen? Ja hoor, schat. We hebben een beetje hetzelfde aan, maar het outfit. Oké. We hebben allebei een flared broek. Kijk. En een BH. En ja. Zo dus. Ja. Nou, dit was de vlog van Janette. Doei. Grapjes. Doe een duimpje omhoog als je wilt dat ik ook ga vloggen. Bij vijf duimpjes. Nee. Trouwens, heb je ooit nog een verhaal verteld over... Hoe heet die? Hoe heet die nou? Ilko. Ilko. Oké, Floor en ik gaan jullie een heel leuk verhaal vertellen. Oké, zet het geluid iets zachter. Oké. Ja, oké. We gaan even de camera ergens neerzetten. Storytime. Wat doe je? Oké. Floor en ik gaan even een verhaal vertellen. Want we hadden ooit in de Most Likely... Nee, welke tag was dat? De Most Likely. Ja, die staat nu even in het i'tje. Hadden we gezegd dat we een verhaal gingen vertellen. Oké, ik weet over nog... Over Wilco. Nee, Ilko heet die. Ilko. Ilko. Oké, nou kijk. Toen Floor en ik vroeger klein waren... Oké, Floor en ik gaan zo meteen een video opnemen. Yay! Oké, goeiemorgen, middag. Ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Gisteravond was superleuk. Ik heb alleen met het uitgaan niet gefilmd, maar daarvoor wel. Want ja, ik ga niet mijn camera meenemen met uitgaan. En ik had geen zin om te filmen. Maar ik ben al een tijdje thuis, want ik had bij Floor geslapen. En het was echt super gezellig. Maar ik heb vanavond dus de verjaardag van C. En ja, ik moet zo werken tot 5. Van 1 tot 5. Echt mega kut. Maar ik heb maar gewoon een klein beetje make-up opgedaan. Want ik wil het vanavond opnieuw doen. Want dat vind ik gewoon, ja, weet ik veel, chill. Maar ik had gisteren gezegd dat ik nog een paar dingen had gekocht. Dus dat wil ik ook even laten zien. Als eerste deze trui. Maar ja, dit gebruik ik gewoon als een soort van jurkje. Oké, je ziet het echt niet goed. Maar hij heeft hier van die zakken en een capuchon. En ik vind dit gewoon heel chill. En deze was 15 euro of zo. En mijn mooie pantoffels. Dus dit is nummer 1 die ik had gekocht. En ik heb 3 dingen bij de Pull & Bear gekocht. Dan heb ik hem ook maar in het grijs gekocht. Wacht, ik zal hem wel neerleggen. Zie het wat beter zo. Dus dit is het. Met gewoon hier zo'n zak. En ik had nog een trui gekocht. Die had ik gisteren even aan. Deze simpele trui. Ik zal hem even binnenstebuiten halen. Nou, het is gewoon een hele simpele trui in deze kleur. Ik ga dus nu werken. Dus ik ga nog wel eventjes eten maken. En mijn camera opladen. Want dan ga ik vanavond weer filmen. Oké, ik ben klaar van werken. Ik heb me ook opnieuw opgemaakt. Maar ik ga nu naar Celia toe. Want ik ben al een beetje laat. En ja, ik ben niet echt blij met mijn make-up. Maar het is even niet anders. Dus ik ga nu weg. Doei. Oké, ik ben nu met Ami. Hi. Oké, nee, maar... Ik kan dit gewoon niet. Oké, we lopen nu naar de verjaardag van C, ik wou zeggen. We gaan nu naar het... Ja. Celia, naar welk restaurant gaan we? Bistroplein 14. Bistrolijn 14. Plein 14. In Wassenaar. In Wassenaar. En daarna gaan we uit in de Nobel in Leiden. Yes, zin in. Oké, ik ga nu weer even weg. Doei.
That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell. Oké. Okay. Cadeau van ons allemaal. Ja, top. Dank u. Dank je wel. Wat zal het zijn? Oh ja, dit is Celia. Nee. Yeah, let's go. Vertel even wat je hebt gekregen. Dit is een kettingje, armbandje. Yeah. Nou, ik denk dat dit niet om je... Oké, okay, ja. Met de C. Van? De C van de Chanel. Grappig. Nee, hij is niet scherp. We moeten opnieuw. Groot succes als vijf. Dankjewel. 100 flessen. 100 flessen. De shower gel en de... Oorbellen. Ja, hallo. Als je het zo laat, snel laat zien, dan kan het toch niet scherp zijn, hè? Celia drinkt even wat water. Stay hydrated altijd. Maar wij gaan dus nu uit. Brabant de gekste. Zo. Andere kant. Oh, wow. Brabant de gekste, die ja, kant. Ik ben hier met wat mensen uit Brabant. Hey. Brabant YouTube famous zijn jullie nu? Ja. Oké. Okay. Yeah, let's go. Oké, maar we zitten dus nu in de bus onderweg naar Leiden. Want we gaan zo meteen uit in de Nobel. Hallo vrienden. En vriendinnen. Celia. Dit is Bente. Dat is Ivy. Hallo vriend. Dat is Amber. Hey, daar is mijn oude huis. Daar. Hey. Yeah, let's go. Go. Oh.